De magie van de film, beste thuisbioscoopliefhebbers, die begint wanneer deze JVC, de Dela NZ7 laserbeamer, in bedrijf gaat. Twijfelt u nog voor de aankoop van zulke luxe beamers zoals de JVC Dela NZ7? Het is het moment, beste thuisbioscoopliefhebbers. De prijs is momenteel €8.999 in plaats van €11.000 en die is dus geldig tot einde maart 2024. Dat is actie 1. We hebben nog actie 2 en dat is hier bij Dovel zelf, de Destelbergen. Koopt u deze beamer aan, dan krijgt u voor uw oude beamer nog geld. En dat wil zeggen, 1. Voor een Full HD beamer krijgt u tot €500 terug en voor een 4K native beamer krijgt u tot €750 terug. U ziet hem hier staan. Het is een feit. Het is niet de allerkleinste beamer. Ik ga een keer de afmetingen zeggen. De breedte is 500 mm. De hoogte, inclusief de voetjes onderaan, is 234 mm. En de diepte is 505 mm. Houd dan altijd nog rekening dat er nog bekabeling achteraan de beamer moet worden aangesloten. Het gewicht, ook niet onbelangrijk als je hem ergens moet op een tablet plaatsen, dat hij stevig genoeg is. Of 2, als je moet aan de plafond hangen, voorzie een degelijk ophangsysteem. Dat kan u bij ons altijd verkrijgen. Wij kunnen u dat beste advies ingeven en het beste materiaal. De beamer weegt 22,5 kilogram. Wat ik graag met jullie overloop, dat zijn de unieke eigenschappen dat deze JVC-beamer aanbiedt, de laserbeamer. En dat is een light output van deze NZ7 2200 anse lumen. Ik zal u straks beelden laten zien met een projectie tijdens de dag. Ook een projectie zoals nu eigenlijk met kunstlicht aan. En dan een projectie, uiteraard in de ideale omstandigheden bij volledige duister. De native contrastwaarde van deze NZ7 is 40.000 op 1. En dan uiteraard, waar dat we het voor doen, is de 4K native weergave. En als extra de 8K e-shift technologie. Dat biedt een ultrascherp beeld. Ik ga u straks proberen tenminste dat toch een detail te van laten zien, dat u toch even het idee heeft wat dat zou kunnen zijn, 8K resolutie, e-shift, maar ik zeg erbij, we nemen op met een iPhone, dus dat heeft toch nog altijd ergens een beperking, maar ik probeer toch de situatie een beetje te schetsen. De beamer, de lens, staat ongeveer op een 5,50 meter ten opzichte van het scherm dat 3 meter breed is. Ook even meegeven, dit is de NZ7. Er bestaat ook een NZ8, die kost €16.000. Er is ook een NZ9 en die kost €26.000. Er zijn uiteraard verschillen. Bij de NZ8 geeft dan een light output van 2500 anse lumen. Dat is zeer interessant als u nog extra breed wilt gaan projecteren. Vooral ook op in plaats van 16 op 9 naar 21 op 9 beeld, dat u toch wat meer light output heeft. Omdat u tijdens een projectie 21 op 9, dus het echte cinemascope formaat, zonder een anamorphic lens een 33% lichtverlies hebt. De contrastwaarde bij de NZ8 is 80.000 op 1. Ja, dat is zeer, zeer goed. En dan bij de NZ9 heb je een light output van 3000 anse lumen en een native contrastwaarde van 100.000 op 1. Nog vergeten te melden, bij de NZ8 en de NZ9 heb je dus ook de 4K native, maar daarbij ook nog de 8K e-shift X. En dat is een verdubbeling, dus in alle richtingen, naar boven, naar beneden, naar links, naar rechts. En bij de NZ7 is dat enkel één keer diagonaal.
Maar ik kan u garanderen, het is al echt fenomenaal indrukwekkend als je naar dit beeld kijkt, dat de NZ7 weergeeft. Als je dat voor de eerste maal opzet, dames en heren, dat is echt een je kijkt toch eventjes, ik zal zeggen, wij zijn nu al toch het een en het ander gewoon, dat is eventjes 5 minuten met de mond open kijken, van wat is dat? Dat is echt uniek. Maar ik ga je dat proberen te tonen hier via ons projectiescherm van 3 meter breed. En uiteraard de ideale projectie bij alle projectoren, de 7, de 8 en de 9, is wanneer je in volledige duisternis kan projecteren, omdat dan 1, de ideale contrastwaarden naar boven komen, ook de HDR en HDR10+ waarden of effecten, dat je echt mooie details ziet in de zeer heldere oppervlakte. Dus dat wordt iets of wat aangepast, ik zal niet zeggen gedimd, maar dat wordt zodanig geoptimaliseerd dat je in die te heldere witte oppervlakte, dat je daar toch details gaat in zien dat deze GVC uniek in is om weer te geven. Kent u dat gevoel, beste filmfanaat? De magie van het beeldformaat. Ik had dat vroeger als we naar de cinema gingen, de publieke cinema, dat we aan het afwachten waren. Welk formaat gaat dat nu zijn? 16:9 formaat of 21:9 formaat? Dus dat echte cinemascoop formaat. 16:9 kennen we zoals we hier zien bij deze platte televisie. Maar we kennen dat dus ook van de cinema, dat echte cinemascoop, dat breedbeeldformaat. Deze projector van JVC, de DLNA NZ7, ook de 8 en de 9, die kunnen daar perfect mee omgaan. In de memoryfunctie zet je 2 beeldformaten. En wanneer je een film hebt die dat dus uitgevoerd is of te zien is in 21:9 formaat, kan deze beamer dat perfect weergeven. Het feit dat deze beamer de 2 beeldformaten kan weergeven, is dankzij de gemotoriseerde zoom, factor 2, als ook een verticale en de horizontale lensshift. Dus op die manier kan hij dat juist positioneren en kan hij dat in zijn geheugen opslaan. Dus hier zien we ons projectiescherm, 3 meter breed. En laat ons zeggen, ik kan het nu nog niet juist 100% inschatten, dat dit formaat 21:9 formaat is, ziet u. Dus, en hij gaat het dan perfect kunnen vullen. En dit formaat gaan we daar nog meer het scherm, het doek laten uitzakken. Dan wordt dat 16:9 formaat. Ziezo. We projecteren tijdens de dag, de gordijnen zijn dicht met kunstlicht aan. De input is native 1080p gefilmd met iPhone. En zoals u kan zien is nu het scherm volledig gevuld 16:9 formaat. Dus dat is de originele input 16:9 formaat. En dan gaan we straks het verschil laten zien als we een projectie krijgen. CinemaScope 21:9, wanneer het scherm volledig is uitgerold op 16:9. Dit is een opname van Dovel TV te Mechelen. We gaan een film raadplegen uit onze bibliotheek van Apple TV 4K. Nog steeds 16:9 input, native, maar wanneer we de film starten, dan gaat hij overschakelen op CinemaScope formaat. Dus hij gaat hem opzoeken en starten. En dan zal je zien, het beeld gaat van 16:9 naar 21:9. En dan zitten we met wat overschot bovenaan en onderaan het scherm. Dus zie je, ons scherm is nog steeds uitgerold 16:9. Maar dat kunnen we veranderen. Dus met de memory input gaan we dat beeld naar boven brengen. En dan kunnen we ons elektrisch scherm ook een beetje terug inrollen, zodat we op 21:9 komen. Het beeld is naar boven gebracht. En dan gaan we ons scherm inrollen. Dan krijgen we het ideale kijkveld voor CinemaScope 21:9. Dus u ziet het verschil. Dit is native input CinemaScope 21:9 formaat. We projecteren nog altijd tijdens de dag, dat kan u zien. Dus contrast niet optimaal, HDR niet optimaal. Maar dit is gewoon voor het verschil aan te tonen wanneer je een 21:9 formaat, een CinemaScope formaat projecteert. En wanneer je dus geen balkjes bovenaan en onderaan wil hebben, dus dat je netjes kan kijken, mooi afgelijnd. Als je in CinemaScope 21:9 formaat projecteert
En je maakt gebruik van een anamorf lens, een voorzetlens die je voor de lens van je JVC laserbeamer plaatst, krijg je een lichtopbrengst van 33%. En dan had ik met u nog graag een aantal nieuwe features overlopen die deze DLA NZ-serie aanbiedt van JVC. Dat is onder andere de Theater Optimizer. Kom maar even dichter, beste cameraman, dan kunnen we dat in detail laten zien hoe dat we dat doen en wat dat aangeeft. Voilà, dus we gaan naar de installatiemodus bij scherminstelling. Dan krijgen we dit menu te zien. En wat kunnen we allemaal ingeven? Dus waar kunnen we de parameters veranderen? Dat is bij de schermgrootte, dus het diagonaal. In dit geval is het ingesteld standaard op 100 inch. Dan hebben we het schermaspect, dat is op 16:9 standaard ingesteld. En de schermgain op 1.0. Dit doek is 0,8. Dat is een lichtgrijs doek. Ik ga nu even laten zien. Het schermaspect, dat kunnen we veranderen in 17:9. Of ook, oh sorry, CinemaScope. Ja? En CinemaScope is dus het echte breedbeeldformaat voor de pure cinema. Dus een formaat van 21:9 of 2.35:1. Wat is de uiteindelijke bedoeling van de Theater Optimizer? Dit garandeert een referentiebeeldkwaliteit met de juiste helderheid, geschikt voor elke aangepaste thuisbioscoopomgeving. De Beamer JVC DLA NZ7 is in bedrijf. Gewoon een keer luisteren wat het zegt, de koeling. En je kan er als het ware bij in slaap vallen. Hè. Dus dat is ideaal. Zeer weinig ventilatorgeluid in normale modus. De remote controle van de JVC DLA NZ7. Compact. Overzichtelijk, ook ideaal voor in het donker een light controle. Dus meer hoeft dat er niet te zijn. Netjes afgewerkt. Dit is het ideale moment om eens te laten zien wat het zegt bij projectie tijdens de dag. Er komt redelijk wat zonlicht binnen, dus we projecteren met de Beamer de JVC DLA NZ7, maximale light output van de laser engine 2200 anselumen. Zoals u kan zien, hier op de muur rechts komt wat zonlicht binnen, dat weerkaatst ook nog op het scherm, op het doek. Dat is light grey, een gain 0,8. Dit scherm hangt hier al 16 jaar, nog altijd in perfecte conditie. Dus dit is het menu van Apple TV 4K, maar als u kan zien, weinig of geen contrast, dus niet zo ideaal om tijdens de dag te kijken. We gaan toch ook een keer een beeldje laten zien van ons YouTube-kanaal Dovel TV, dat u toch meer een impressie geeft als het beeld volledig gevuld is. Dus we hebben hier een beeldbreedte van 3 meter. Zoals u kan zien, de zon gaat een klein beetje weg nu en meteen wordt dat contrast toch al wat beter. Ziet u? Voilà. Nog steeds aan het projecteren tijdens de dag en hier ziet u een scène van ons YouTube-kanaal Dovel TV, waar veel donkere oppervlakten zijn. Dus dit Teachers Features JVC, voilà, ook Epson hebben wij. En nu kan u zien dat deze projectie met maximale light output 2200 anselumen niet genoeg is voor tijdens de dag, wanneer er toch veel licht binnenkomt. U kan dat zien, zonlicht op de muur daar, ook op het een beetje een weerkaatsing op het projectiescherm. Dus dat is niet ideaal om dan tv of film te kijken, wat ook logisch is met een pure home theater beamer. En nu ga ik u graag de situatie schetsen wanneer we gaan projecteren met kunstlicht aan. Dus zoals u kan zien, het is nog een beetje klaar buiten, maar niet meer zo klaar als dat straks. En dan gaan we een keer bekijken wat het zegt, de helderheid en het contrast dat we dan projecteren uit deze JVC DLA NZ7. We gaan hierbij ook eens checken hoe snel de beamer in bedrijf gaat. Ziezo, hij gaat aan. Dan gaan we een keer kijken wanneer het logo verschijnt. We hebben al minder ventilatorgeluid.
Ziezo, daar is hij. Dilla. How do you do, Dilla? Ja, dat zijn wij zelf. Kijk ze. Dan gaan we even kijken naar onze wandeling in Destelbergen. Ik dacht dat ik dat opgenomen heb in 4K met onze iPhone 13 Pro. Dus zoals u kan zien, het geeft toch al een indruk wat het is qua contrast, qua kleuren. Dus we hebben eigen opgenomen beelden. Dus u ziet, het is buiten nog wat klaar. We zijn rond 4:30 januari 2024. Idem projectie van de reclameborden van onze zaak Dovel. Het is zo goed als donker buiten, eigenlijk volledig donker. Kunstlicht aan. Opgenomen 1080p met de iPhone. Voilà, de lichten uit. Zeer goed beeld, goed contrast. Perfect. Dan gaan we nog de scène laten zien tijdens onze wandeling in Destelbergen. Zo, dat is 4K opgenomen met de iPhone. 4K input. Goed helder beeld. Drie meter widescreen, gain 0,8, lichtgrijs scherm. Projectie GVC DLNA NZ7, 4K native, 8K e-shift. Voilà. En nu komt alles nog mooi beter naar voren. Dit is nog altijd niet de perfecte weergave, qua input dan tenminste. Maar het geeft toch een beeld wat het kan betekenen. Zulke projectie 2200 dan slumme contrast 40.000 op 1 native. Ziezo. De prachtige, unieke beelden die we hebben gezien, beste home theaterliefhebbers, dat is onder andere dankzij deze volledig glazen lens. En die is opgebouwd in 17 elementen, 15 groepen en in een volledig aluminium lensbehuizing. Laatste voorbeeld. Screensaver. Mooi aangenaam beeld om naar te kijken. Een 3 meter widescreen. Zo, beste thuisbioscoopfanaten, ik hoop dat ik u zoal een degelijk beeld kan meegeven wat deze GVC DLNA NZ7 presteert. JVC, GVC, maakt niet uit hoe dat we het uitspreken als de mensen ons maar verstaan. Een aantal zaken hebben ze gemeen, GVC en JVC. Dat is de service, de garantie en ook bovenaan het lijstje kwaliteit. Dat hebben ze nogmaals bewezen. JVC, ze hebben een update uitgebracht in november-december 2023. Een fantastische update. Ik zal u meteen vertellen waarover het gaat. Die update kan je downloaden via het internet, via je PC. En dan op een lege USB-stick plaatsen, op de juiste manier formateren. Eens dat gedaan is,
ga je die achteraan in de USB-sleuf pluggen, dus op je beamer, je laserbeamer van GVC. De NZ7, 8 of de 9. En eens dat gedaan is, ga je in de setup menu, dus dan zie je een onscreen menu. En daarin ga je naar de juiste route. En eens je daar bent, dan ga je je update kunnen uitvoeren. Dus eens die is opgestart, houd daar rekening mee. Trek niks uit van stroom of noem maar op. En dat kan toch een uurtje duren. Dus je beamer gaat dan precies even uit bedrijf gaan. Er gaan een aantal lampjes pinken hier vooraan. Aan de voorkant dus van de beamer. En dus op een uurtje is dat gedaan. En dan ben je up-to-date, ben je mee. En dan krijg je de allerbeste beeldkwaliteit. En waarover gaat het nu? De update is de New Frame Adapt HDR Generation 2. Ik ga toch even aflezen dat we zeker geen fouten vermelden of u verkondigen. Over wat gaat dat nu? Dus dat is de bedoeling om HDR-beelden met een hogere definitie te verkrijgen. Waardoor een meeslepend driedimensionaal gevoel ontstaat door de witheid, dus niet onbelangrijk, door de witheid te onderdrukken. Vooral in het gebied met hoge helderheid. Dat hebben wij opgemerkt. Eens dat is uitgevoerd, dan kan je toch die verschillen merken dat je inderdaad meer dieptegevoel krijgt. Dan schrijven ze nog, bovendien is het eigen algoritme voor tooncurveselectie verbeterd om HDR-beelden te reproduceren die helderder en kleurrijker zijn dan tevoren en met een groter dynamisch bereik. Beste YouTube-kijkers van Dovel TV, Kurt zou Kurt niet zijn. We hebben nog geëxperimenteerd met HDMI-kabels op de GVC-beamer. Twee HDMI-kabels van 4 meter lengte, beide van het merk Supra Cables, made in Zweden. This theater features GVC Projection Systems. Tijdens onze testen, beste thuisbioscoopliefhebbers, hebben wij een opmerkelijk feit vastgesteld. En dat is bij het gebruik van deze HDMI-kabels van het merk Supra Cables, onze best verkochte kabels. In eerste instantie was de JVC-beamer, de DLA NZ7, aangesloten met de standaardkabel van Supra Cables, de HD5-versie. En die garanderen een 8K-resolutie tot maximaal 5 meter. De andere kabel is een AOC, Active Optical Cable, en die garandeert een 8K-resolutie tot 100 meter. Ik ga eerst het prijsverschil een keer zeggen. De standaardkabel HD5-versie voor 4 meter... kost een €94, dat kan je op onze website terugvinden. En de 4 meter Active Optical Cable die kost €279, dus een redelijk groot verschil. Ik moet erbij zeggen, als u een kabel aankoopt zoals deze 4 meter kost €279, de volgende lengtes 5, 6, 7 of 10 of 20 meter in verhouding begint dat minder en minder te kosten. Dus de grootste kost zijn de aansluitingen, dus de connectoren. Ziet u? Dus daar zit vooral ook de technologie in. Wat hebben wij vastgesteld? Ik moet zeggen, het is een luxe probleem, maar als u het beste van het beste wilt, hebben wij zelfs op deze 4 meter lengte een aantal verschillen waargenomen. En dat was, de eerste reactie was, het beeld is klaarder. De kleuren, de tint van een aantal personages, acteurs, die was net wat... Ik zal u maar zeggen, dat was een mevrouw bij en die had precies wat meer blush over haar wangen. Dus alles kwam net ietsjes natuurlijker, professioneelder over. Maar ik blijf erbij. Het is echt een zwaar luxe probleem, want we zitten hier met een beamer. 4K native, dus 4K op 120 hertz. En op 8K 60 hertz, echt een fenomenaal beeld. Maar ik vertel u toch een keer graag het verschil dat we hebben gezien. En algemeen... Ik ga niet zeggen op elk beeld. We hebben een aantal beelden getest in scènes van Jurassic Park, de laatste nieuwe film. En daar zag je toch een aantal beelden die dat net wat zich performanter, wat professioneelder lieten zien. Maar ik blijf erbij, het is een luxe probleem, maar het is wat het is. Ik ga wel zeggen, hoe langer de afstand wordt van de kabel, dus van, ik zal maar zeggen, van je AV-receiver naar de beamer, hoe langer die wordt, vooral zeker over 10 meter, 15 meter, dan gaan die verschillen nog
groter kunnen worden. Zie je? Dus afhankelijk van de afstand van de lens tot het beeld, uw beeldgrootte, gaan die verschillen meer of minder gaan opvallen. Dus dat wou ik u toch even meegeven bij het gebruik van deze HDMI supracables. Ter informatie, het verschil in lengte van de twee connectoren, de HDMI-connector AOC, is wat langer dan de HDMI-connector standaard HD5. De diameter van de HDMI-AOC is dunner dan deze van de HDMI-standaard HD5. Belangrijk bij het plaatsen en de richting van de kabel, er is een source en een display-connector. En hier ziet u nog eens in detail de kabel en de connectoren van de standaard HDMI HD5 versie. Kent u het gevoel, beste thuisbioscoopliefhebber? De deuren openen zich van uw thuisbioscoop, uw dedicated home cinema. De fluwelen gordijnen gaan zachtjes geruisloos open. Het beeld projecteert op het witte scherm. U krijgt er een goed gevoel bij. Maar dat gevoel kan alleen nog verbeteren als u een JVC laserbeamer aanschaft. U heeft keuze tussen de 7, de 8 en de 9. U vindt meer informatie op onze website www.dovel.be. Mijn naam is Kurt van der Velde. U kan bij ons terecht op afspraak in Destelbergen. Beste kijkers, Dovel YouTube-kijkers, bedankt voor het kijken. Bent u nog niet geabonneerd? Dikke merci om u te abonneren. En u weet het, soon I will return. See you. Bye. Goed. Een doosje in een doosje. Hier is. Mag ze daarmee spelen?